Dag dames en heren, hartelijk welkom bij het Provada Journaal. Vanaf nu 3 dagen lang vindt de Provada plaats hier in de Rai. Iedereen is er, er gebeurt van alles. Er zijn congressen, er zijn lezingen, er zijn prijsuitreikingen. Er worden contracten getekend. Kortom, de hele vastgoedbranche is hier aanwezig. Wij gaan even kijken naar de opening. U heeft zojuist de Provada 2015 geopend. Wat is het belang van deze beurs voor de branche? Ik denk dat voor deze branche het ontmoeten van elkaar, het leggen van contacten heel belangrijk is. Ook weten wat er speelt. En je eigen ideeën en beelden vooral ook afstemmen met de brede vastgoedgemeenschap. Het thema van de beurs is het jaar Rebuilding the Business. Dus is de business daaraan toe? Ik vind het thema Rebuilding the Business een heel goed thema, omdat dat past in het tijdsgevricht waar we nu zitten. Een herstel wat aankomt, wat je ook echt moet gebruiken om inhoudelijke slagen te maken. Een cappuccino graag! Ja, en hier zie ik heel verrassend Lidl staan. Volgens mij de enige supermarkt hier op de Provada. Waarom bent u dit jaar hier terecht gekomen? Wij hebben de afgelopen jaren enorme slagen gemaakt in de formule. En dat is naar ons idee nog niet helemaal bekend in vastgoed Nederland, van wat wij nu precies doen. En dat laten wij hier zien vandaag. De slogan van de supermarkt is de beste kwaliteit voor de laagste prijs. Geldt dat ook voor het vastgoed? Jazeker. Over innovatie gesproken, Lidl heeft een heel mooi nieuw systeem, een hygiënisch systeem, zodat je de broodjes niet hoeft aan te raken. Maar ze komen er wel gewoon uit. Lekker! Nou, er staat hier ook gewoon een heel huis op de Provada. Ik ga ze even aanbellen, kijken wie hier woont. De deur gaat open. Welkom in de Heimanswang. Dit is onze nieuwe plug-and-play woning. Prefab in 2 delen, aangeleverd hier en neergezet om tentoon te stellen voor iedereen. Wie is de doelgroep? Eigenlijk de net niet-generatie, dus de young professionals die op dit moment eigenlijk tussen wal en schip vallen. Ze kunnen niet kopen en ze mogen niet sociaal huren. Het thema vandaag is innovatie. Waarin komt dat naar voren bij uw bedrijf? En natuurlijk hebben we hele vernieuwende concepten wat onderhoud en nieuwbouw betreft. Zo hebben we een concept waarbij we in 1 dag de voor- en achtergevel van een huis en het dak compleet vervangen. Ik hoef helemaal mijn huis niet uit. Nee, eigenlijk niet. Je moet gewoon even die dag naar uw moeder toe of zoiets, bij wijze van spreken. En als hij dan terugkomt, heeft hij eigenlijk bijna een nieuw huis. Dit was alweer het eerste Provada Journaal. Het komt lekker op gang. Het is gezellig druk. Er wordt druk genetwerkt, volgens mij goed zaken gedaan. Morgen dan zijn we er weer en dan is het thema verleiding. En dan gaat het natuurlijk over, je moet concurrerend zijn. Hoe verleid je die consument nou om bij jou iets te kopen? Ik heb er zin in. Ik zie jullie morgen allemaal weer terug.